Tot het eind? Ja, denk ik wel. Hè. Dus dit zijn de wedstrijden waar je, dat zeg ik wel eens, uit je bed voor komt. En dan is het spannend en dan moet je zorgen dat je de juiste dingen op het juiste moment doet. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Het was best een vermoeiende game. Ik denk dat wij hun toch voor een groot deel van de wedstrijd hun game hebben kunnen laten spelen. Waardoor ze dichtbij konden blijven en zelf eroverheen konden gaan en een voorsprong konden pakken. Maar ja, zoals bij vele wedstrijden wisten we onze composure te houden, rust te houden en toch de wedstrijd naar ons toe te trekken. Nu winnen ze de wedstrijd wel, maar omdat wij toch een voorsprong hadden, winnen wij weer. Vind ik eigenlijk toch wel jammer. Ik had liever gehad dat we gewoon de wedstrijd hadden gewonnen. Dat had mij een nog beter gevoel gegeven. Ik wil niks wegnemen dat we naar de finale gaan, maar ik vind dat wij wel het betere ploeg zijn. Alleen de puzzelstukjes moeten gewoon goed in elkaar vallen. En ja, we hebben een blessure en we hebben al een korte rotatie. Dat zijn allemaal dingen die een factor zijn. Maar overal een goede game gespeeld, op details letten en op naar de volgende. This was a really tough game. Yeah, it was definitely tough and we expected that. It's always a tough battle when we play against Donar, they're one of the best teams in the league. So we were prepared for it. Groningen is een ploeg die ook de laatste 16 Europa Cup heeft gespeeld. Hè? Dus als je denkt dat je met een 5 punten voorsprong hier er al bent, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dit is eigenlijk gewoon zoals het verwacht was. Ik denk dat we op de juiste momenten terugveerden. Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Met name vanuit de verdediging. Hè? 2-3 keer toch ook weer die zone die lekker werkte. Maar zij toch moeite mee hadden waardoor we een aantal lay-ups kregen. Dat zijn natuurlijk goedkope baskets. Ik denk dat we daar het verschil hebben gemaakt. En uiteindelijk ja, in money time de bal raak schieten. Nou, dat hebben een aantal mensen gedaan. Ja, dat is leuk. Want dan gaat het publiek ook los. Dan zie je op de tijd met de voorsprong die je wel in Groningen hebt gehaald. Dat die eigenlijk al in de pocket is. Nou ja, dat je dan verliest, dat is jammer. Ik had hem graag gewonnen. Voor jou weet ik, jij ook. Maar het is wel gewoon de finale plek voor Leiden. Ja. Het is een belangrijke mijlpaal in ieder geval voor dit seizoen, maar we zijn er natuurlijk niet. Het gaat gewoon die finale winnen, dus dat is denk ik heel simpel. Ik heb nog eigenlijk een andere angle die ik wel belangrijk vind. We hebben 5 hele zware wedstrijden achter elkaar gespeeld. Uiteindelijk komen we terug vanuit Sassari met een hele lange reis, met een blessure van Mo. Sta je toch met 7 man, Groningen met 9 man. Ja, ik denk dat we heel trots mogen zijn op deze prestatie. Hoe kijk je aan tegen het feit dat de finale gespeeld wordt in Zwolle? Het had, ja, gewoon omdat we toevallig in de andere lichting zaten, wordt het niet in Leiden gespeeld? Ik heb niet eraan gedacht. Nee. Maar, ja, ik wil niet schelden, maar ik vind het weer helemaal niks dat we zoveel jaren achter elkaar alleen maar in Zwolle spelen. Ik kan me herinneren dat het altijd op neutrale grond was. Almere. Of Almere, ja. Maar ik vind dat gewoon jammer. Ik denk dat dat gewoon moet blijven. Dit zijn 2 teams die gewoon keihard ervoor werken om naar de finale te gaan. Dan moeten ze het verdienen om,
om uiteindelijk te winnen. En er heeft geen crowd daarvoor nodig. Dus dat is gewoon jammer. Is misschien iets waar ze verder over mogen nadenken. Wij moeten gewoon naar daar gaan en ze verslaan. Punt. They stayed long in the game. What makes at the end the difference between the two teams? It's just the mental toughness down the stretch. I think we both played our game to the best of our ability, but you know, I think that we have a little bit more focus, and I think that we executed just a little bit better than they did. At least at the end. Yeah, I mean, at least at the end. I mean, and when you're playing against a tough team, you don't need to play great for 40 minutes. You need to play great for maybe 4 to 5 minutes strong and then sustain the lead. And in the fourth quarter we went on a run and we were able to sustain it. Je kijkt naar wedstrijd, dus we gaan het maar niet over die finale hebben. Leids publiek vindt het altijd erg leuk om van Donar te winnen en gewoon een keer gewoon, nou ja, in de reeks Donar te verslaan. Is dat voor een coach van Leiden ook erg leuk? Nou, ik denk dat het voor onze organisatie belangrijk is. Groningen is dé organisatie in Nederland op dit moment. We hebben de laatste 3 jaar het fantastisch gedaan. En dan is het belangrijk dat je deze potten gewoon wint. En dan laat je gewoon zien dat je mee wil doen om de prijzen, maar ook gewoon in staat bent om Groningen te verslaan. Het is geen doel op zich, maar mentaal heel belangrijk in deze fase. Omdat er ook nog een play-off reeks belicht aankomt? Nou, onder andere. Maar kijk, als je dus 5 wedstrijden achter elkaar speelt, toch van Sassari verliest in combinatie met Zwolle, is toch 3 keer verliezen op rij. Als je dan nu wint, dat is mentaal belangrijk. Terugkijkend op deze game, waar maakt Leiden nu uiteindelijk het verschil? Ik denk dat we aan het einde hebben ze wel wat balletjes geraakt, maar het was niet in hun spel. Het was een beetje gescrambled en daaruit scoorden ze. En daarom konden wij op bepaalde momenten toch gewoon ons spel spelen en toch steals pakken, hun turnovers verseren. 24 seconden, ze waren een beetje uit hun game. Ze hebben natuurlijk ook wel ballen geraakt, maar het kwam niet echt uit hun plays aan het einde. Did you have at the whole game the confidence we're gonna beat them? I have that confidence every time we play. As long as I know we execute and we play hard. You know what I'm saying? I mean, we were down 7 at a point in the second half, and you know, nothing really made me fear losing. It just made us refocus and come out and get the win, and that's what we did. Hey, en wat is dat bij basketbal, dat als je een wedstrijd begint, de ballen bijna niet schijnen te vallen? Money time, adrenaline is hoog. Publiek, spelers. En dan lijkt het of ze vallen niet allemaal, maar ze vaker wel vallen dan niet. Wat is dat? Ik denk dat je adrenaline juist aan het begin heel hoog zit. Okay. En dan kan je het opeens matchen. En dan voel je het niet meer, maar dan zit je gewoon in het element van de wedstrijd. En daardoor gaan dingen gewoon makkelijker. Just one game now. The last one at the end of March. And then the cup goes to Leiden. Yeah, and that's when I first signed here, Mohammed DM'd me and he told me that he wants to win championship, and I told him that we would be in that fight every time. And to be able to be there for the Dutch Cup, I'm happy that I think we're going to fulfill one of those promises I made to him. And I think this is something that will be good for the whole country, you know what I'm saying? To really give Leiden something to go on and to put a first place cup trophy in the lounge, I think that'll be great for us. Same with the fans, they are hungry for a result, they are hungry for a victory, they are hungry for a cup. It's still couple of years ago. Yeah, I mean, and you can hear it, you know, every time we win. This has been a packed house every single night for us, and I can't thank them enough, you know what I'm saying? It's late games, and sometimes they go overtime, sometimes they don't, and, you know, they're engaged the whole 40 minutes, and that gives us so much confidence and so much energy. They have no idea how much they help us win. And you give them back the cheers and things like that. Yeah. I mean, as a basketball player, you know, there was times where I played in front of 50 people. And those games aren't fun. But to be able to be blessed to have fans who are into the game, to go interact with them, and, you know, it makes you want to play hard. It makes it fun for you. And even though this is my job, it's something I enjoy doing. And, you know, I know so many people who don't have fun doing their job. So when I'm doing my job, I want to make sure I have fun while I'm doing it. Als je kijkt in Sassari wat we daar hebben gedaan met eigenlijk een 6-man rotatie, staan we tot lang in het vierde kwart tussen de 5 en 7 punten. Ik vond dat jullie best uitstekende eerste helft speelden. Waar je met een beetje mazzel nog wel iets meer had kunnen bereiken. Ja. Dus inderdaad, net wat je zegt, tegen een Italiaanse ploeg lang meegedaan. Ja, exact. Dus dat is het mooie. En ik denk dat het een resultaat is van 16 Europese wedstrijden. Zoals we het aan het begin ook in het plan hebben opgenomen. Laten we Europees gaan spelen. Zodat je dan 16 keer leert op Europees niveau. En dan zie je dat je dat meeneemt in deze wedstrijden.
Ik kijk wel uit naar de finale, maar ik snap eerst de volgende wedstrijd. Yes, oké. Okay. Het is wel lekker om weer een keer Groningen gewoon echt uit te schakelen. Ja, zeker. Ik bedoel, mij gaat het gewoon erom dat we naar de finale gaan. Maakt niet uit tegen wie we moeten staan. Gedurende de race daar naartoe. Maar het gaat nu aan het einde, daar gaat het om. En die moeten we dan winnen. Succes. Dankjewel. Just one job you still have to do, and that's finish it. Please finish it at the end of March. Yeah, we'll be ready. March 31st, we'll be ready.